Maar de situatie is wel zeer zorgelijk. Je ziet dat er ruim 100.000 soldaten daar aan de grens zijn. Die hebben daar wat mij betreft niets te zoeken. Die moeten gewoon terug naar hun kazernes in Rusland. Wordt gewoon gespeeld met de veiligheid, met de vrede en met mensenlevens. Maar wij hebben daar wel ook op te reageren. Dus dat is de reden dat we nu zeggen, gegeven de informatie die we hebben, gegeven het contact met de bondgenoten, is dit nu de juiste stap. De situatie is dermate zorgelijk dat we het hele land en niet alleen maar meer de grens in het noorden en de regio in het oosten op rood zetten. Dus het dringende advies aan alle Nederlanders daar is, ga weg uit het land en maak nu gebruik van de mogelijkheid om dat te doen. Maar er hebben zich 135 mensen gemeld bij de ambassade. En daar zijn we dus mee in contact. En ik zou tegen iedereen willen zeggen die daar is, de mensen die contact hebben gezocht, maar ook alle andere Nederlanders, of Nederlanders die daar familie of vrienden hebben zitten, maak nou gebruik van de gelegenheid om ook weg te gaan, want dat kan nu. En we gaan ook nog een plaats inrichten in Lviv, dat is vlakbij de Poolse grens. Dat is noodambassade is een beetje een groot woord, maar daar gaan we een faciliteit inrichten voor mensen die bijvoorbeeld nog hulp nodig hebben met documenten. Waarbij volgens mijn verwachting is dat de meeste mensen die gewoon naar het westen zullen rijden, gewoon zelf door zullen kunnen rijden. Maar die hulp willen we wel bieden. Maar ik zeg er ook bij, het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Gegeven hoe de situatie nu is, gegeven dat iedereen ook de mogelijkheid heeft om zelf terug te komen, om daar nu ook gebruik van te maken. Nou, wij hebben steeds gezegd dat we vinden dat als zo'n verzoek er komt van een land wat enorm onder druk staat, waarvan je ook vindt dat zij in staat moeten zijn om zichzelf te kunnen verdedigen, dat je dan met alle procedures en waarborgen die we daar ook voor hebben, dat je daar dan wel heel serieus naar kijkt. Dus daar zijn we als kabinet heel druk mee in de weer. En daar hoop ik de komende week samen met minister Ollongren ook de Kamer over te kunnen informeren. Heeft de nieuwe situatie nog effect op het vliegverkeer? Nou, daar zitten het ministerie van INW en de luchtvaartmaatschappij, natuurlijk KLM in het bijzonder, die zitten daar bovenop. Die kijken daar ook naar. Dus die zullen daar, elk moment dat dat nodig is, die daar informatie over verstrekken. Daar heb ik nu geen nieuws over. Sowieso kan ik natuurlijk niet praten over informatie die we vanuit allerlei verschillende plekken krijgen. Er is natuurlijk wel heel nauw contact met de bondgenoten in de Benelux, met Duitsland, met Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten. Waarbij je natuurlijk allemaal probeert te kalibreren. Wat vertelt je dit nou en hoe moet je daarop reageren? Nou, en dat heeft gemaakt dat we natuurlijk al veel langer zeggen, het is buitengewoon zorgelijk. En dat kunnen we trouwens ook allemaal, alle mensen in het land kunnen dat zien, als je gewoon de foto's van de troepen aan de grens waarneemt. Maar de afgelopen 24 uur hebben we gezegd, nou ja, op basis van de informatie die we hebben, weet het nooit zeker, maar is het nu wel opportun om die heel vergaande stap te nemen en tegen Nederlanders te zeggen, ga naar huis, maak van de gelegenheid gebruuk om het land te verlaten. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Ik zou willen zeggen, breng die soldaten terug naar de kazernes in Rusland. Dit gaat over het territorium van een ander onafhankelijk land. Waar niemand anders dan Oekraïne iets te zoeken heeft. Zo'n oorlog gaat alleen maar verliezers opleveren. En moet wat mij betreft echt voorkomen worden. Dus wij zullen ook doorgaan met in te zetten op diplomatie. We zullen doorgaan met het samen optrekken met de collega's van de NAVO, met de EU-lidstaten. Maar het moet ook glashelder zijn dat als er onverhoopt toch sprake is van een inval, dat dat ook grote consequenties moet hebben.